Cummins, de doelman van Cambuur. Beide ploegen hebben eigenlijk wel 3 punten nodig in deze fase van de competitie. De ploegen willen ook graag meedoen aan de play-offs. Het is een heerlijke balletje richting Van de Venne. Van de Venne ineens en Cummins. Ja, Steenvoorde was in de buurt, maar Van de Venne kon toch tot een schot komen. Fleurde inspelen op Baks. Van der Sluis. Die heeft een goede voorzet. Baks zou ook kunnen, die komt hier in balbezit. Die kijkt, Baks met een leep balletje richting Van de Biezen. Het is overigens Camacci. En Cummins komt goed zijn goal uit. Weer de mogelijkheid voor Os. Camacci, de aanvoerder, omdat Stuy van der Heerik vorige week in het verloren duel met Coen Eagles rood kreeg. Dit is goed ingespeeld door Piqué, Van de Venne. Van de Biezen maakt wat ruimte. Camacci, Van de Venne. Ja, dat is een aardige aanval. Alleen het laatste beetje nog. Van Delen namens Cambuur. Daniels. Vanaf de buitenkant nu spelend. Daniels. Zoeken is er naar een opening. Cambuur, dit dan. Ja, goede reactie van Maus. Van Wermerskerke met het schot. Goed gepareerd door de doelman. Dit is Haken. De laatste 2 wedstrijden niet gewonnen. Speelde gelijk tegen RKC. En vorige week in de noordelijke derby tegen Emmen kwam Cambuur ook niet verder dan een 1-1. Calon. Calon ineens. En zo laat Cambuur zich ook gelden in Os. Dit is een goede aanname. Van de Venne. De bezige bij Os. Baks. Goed gespeeld door Dogan. De voorzet van Camici en Van de Venne. Goede aanval zeg. Nummer 10 van het seizoen van de Venne. Hij zette de aanval zelf op. En hij is een speler met diepgang, want hij komt in de doelmond en kan hem dus binnenkoppen. Slordigheidje bij Cambuur, maar het loopt goed af, want Daniels met de kans. Daniels, de redding is er van Maus. Calon. Het is goed gespeeld richting Barto, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Van Delen. Het is een druk. Dan maar om de as gedraaid door Crowley. Het is goed gespeeld door Crowley en Boerlage. Het is gelijk 1-1. Doelpuntenmaker Daan Boerlage. De voorbereidende actie was van Crowley. Die vindt hier Boerlage. Die staat helemaal vrij in de 16. En zo staan beide ploegen op gelijke hoogte. Baks richting Dogan. Dat is een man met een voorzet. Want hij was ook de man met de voorzet op de 1-1. Camacci dan. Camacci. En daar heeft Cambuur alle geluk van de wereld. Want niemand zet de druk op Camacci. Baks. Aansluiting goed van Kaak. Van de Sluis. Van de Sluis. Richting Van de Biezen. Camacci, Van de Biezen. En het schot is van Baks trouwens. Omdat Van de Biezen de bal voor hem liet lopen. Van de Biezen. Camacci. Dogan wil hem. Krijgt hem ook. Dogan. Het is een hoekschop. 5 minuten voor tijd. Het is koud in Os. Daar is het de hele week al koud geweest. Siberische toestanden. Hetzelfde geldt voor Leeuwarden. En daar komt de 2-1. Het is Koen van de Biezen. Zijn eerste goal voor Os. Kwam in de winterstop over van Paderborn. Lange tijd weg geweest uit de Jubilee League. Speelde het laatst voor Go Ahead. En nu dus met de winnende 2-1. Tenminste, of Cambuur moet nu nog wat terug kunnen doen in blessuretijd. Van Wermerskerke. Van Wermerskerke die kan schieten. Maar ja, die schiet hem naast de goal van Maus. En zo wint Os voor de 5e maal op rij een thuiswedstrijd. En doet het goede zaken voor de play-offs.